Toch was hij maar bijna uitgegaan. Ah,
Wat zie ik daar? Daar is flink aan geknabbeld. Helemaal zeer flink. Zo. Dat verklaart meteen dat mallige piep. Hahaha, een muis. Muis? Die heerlijk naar kaas zal smaken. Oh, ik zal Paulus een grote dienst bewijzen en die muis even opruimen, hè? Asse me nou. Was de stem van Paulus. Hij had beter nog even weg kunnen blijven tot ik die muis gevonden had. Alweer. Hij moet helemaal nog wel zo dadelijk buitengewoon vlak in de buurt zijn. Je hebt toch niet... Ik bedoel, ben je hier al lang? Poosje. En niet met... Ik bedoel, was er nog iemand in mijn boom? Nee, helemaal niemand. Maar er heeft wel een muis van je kaas gesnoept. Ja, maar dat weet ik. Wat een ondeugd, hè? Ik snap alleen niet waar die zit. Als hij maar niet in jouw buik zit. Nee, dat is jammer genoeg niet het geval. Hè? Ik heb wel naar hem uitgekeken, maar... Waar zit je nou opeens? Daar ben je. Ja. Zoals ik al zei, ik heb die muis gemist. Nou, dat is een pak van mijn hart. Hoe kan je dat nou zeggen, Paulus? Ik had juist zo'n trek in die muis. Ja, maar van mijn muizen blijf je af. Dat heb je trouwens beloofd. Ja. Als ik dat al beloofd heb, dan hou ik mij eraan. Mooi zo, dat is dan afgesproken. Zal ik jou dan nou eens trakteren, boeboe? Ja, maar rimpels, ja. Waarop? Op muisjes. Maar dat zijn suikermuisjes. ik heb helemaal min of meer toch liever... Denk aan je belofte. Ja, dat is waar. Ziezo, daar hoef jij nergens meer bang voor te zijn.